Een van de hoogtepunten van de Nacht van Permeke wordt verzorgd door Dago Sondervan. Die zit hier naast mij in de divan. Dat klopt. Dago Sondervan, jij komt, maar jij komt niet alleen. Nee, ik neem een vriend mee, die heet Casper Jordaens. Ook een mooie naam. Ja, een zeer klassieke naam. Hè? En die gaat mij helpen met het coden, want dat is wat wij gaan doen. Wij gaan live coden. Oké, heel erg interessant. Dus ze komen coden, speciaal voor ons. En ik durf niet zeggen dat ik niet weet wat coden, wat dat betekent. Coden is eigenlijk het schrijven van programmeertaal. En wij gaan dat projecteren, dus iedereen kan dat volgen. En met die codetaal maken wij muziek en maken wij beelden. Maar wij schrijven dus eigenlijk een programma op het moment dat het al in werking is. En dat is het spannende ervan. Dus je schrijft letterlijk muziek? We schrijven, beschrijven muziek, maar aan de hand van codetaal. Dus codetaal op dezelfde manier dat je bijvoorbeeld een app zou schrijven of een programma zou schrijven. Wij gebruiken hetzelfde soort taal. Maar wij gebruiken die voor andere doeleinden. Ja. En als je zo een code intikt, weet je dan op voorhand hoe dat gaat klinken? Of is dat eigenlijk pure chaos? Nee, dat is gelukkig geen pure chaos. Maar je kan, als je dat wilt, wel chaos maken. Dat is geen probleem. Maar je kan ook orde scheppen in de chaos. Het leuke aan chaos is, als je die chaos leert beheersen, dan brengt dat heel de tijd dingen. Dus ik weet niet op voorhand hoe het gaat klinken, maar ik weet wel ongeveer hoe het gaat klinken. En dan kan ik wel aanpassingen maken zodat het begint te klinken zoals ik dat graag zou hebben. En dat is eigenlijk een beetje de kracht van die codetaal. Iedereen is natuurlijk heel erg fan van Doctor Who, een tijdreiziger, en die vecht tegen de Daleks. Maar jij bent geen Dalek, jij bent een Halek. Wat is een Halek? Halek jouw band, samen met jouw vriend, ja, heet Halek. Dat staat voor Heuristic Algorithmic Interactive Computing. Dat is eigenlijk een beetje een grappige naam om te beschrijven wat wij doen. Dat is namelijk dat ons ding interactief is. Wij gebruiken geen programma, wij schrijven er een. Hm. En gebruiken dat tegelijkertijd. En dat is het interactieve computing. Hm. Ja. Dat klinkt allemaal eigenlijk griezelig, omdat dat ingewikkeld is. Hè? Wat levert dat dan precies op als wij binnenwandelen en jullie zijn muziek aan het maken? Levert dat concreet op qua atmosfeer of zo? Het concreet opleveren doet het... Is dat dan Bonnie M-achtig of wat? Dat zou je kunnen doen als je dat wil. Ja. Maar wat wij maken is meer iets experimentele elektronica. Denk maar in de trend van electro, dingen als Drexia of een Aphex Twin. Of je kan ook jungle, drum and bass-achtige dingen doen. Dus we gebruiken een beetje meer gangbare elektronische genres. Maar dat kan eender wat zijn, eigenlijk. Gaat het dansbaar zijn? Dat vragen wij ons allemaal af. Wel, twee dingen. Wat we in de Cube gaan doen boven, in de Cubus, dat gaat dansbaar zijn, want wij openen het dansfeest. Dus dat moet ook dansbaar zijn. En dan doen wij iets dat heet algorave, iets in die stijl. Dat wil zeggen algoritmisch raven. En dat is dus dansbaar. Dat is een dansfeest. Ongelooflijk. Ja. Maar het andere gedeelte zal niet dansbaar zijn, want wij doen ook iets in de leeszaal boven. En daar gaan we in een soort open stuk in het plafond zitten. En daar gaan we meer een soort ambient luistersessie doen. Dus we doen twee dingen. Het ene is dansbaar, het andere is meer luisteren. Ja. Nog een laatste vraagje, Dago. Vind jij dat wat jullie doen thuis hoort in een bibliotheek? Eigenlijk vind ik dat wel. Omdat wat wij doen is geschreven taal. En wij maken daar dingen mee, maar het blijft wel tekst en het blijft wel geschreven taal. En als je het goed kan volgen en je bent daarmee bezig, dan zit daar ook iets van poëzie in eigenlijk. Hè. Een algoritme kan heel mooi zijn. Dat zullen sommige wiskundigen ook tegen u zeggen. Een bepaalde formule heel mooi kan zijn. Dat vinden wij soms ook van algoritmes. Ja. Zoals een kameel door het oog van de naald kruipt, zo kruipen de DJ's naar binnen in de wereld van de bibliotheek. Dankjewel, Dago. Graag gedaan.